Hartelijk welkom in het Zeeuws Maritiem Museum in Vlissingen, waar we van alles laten zien en vertellen over het maritieme verleden van Zeeland. Zo hebben we hier bijvoorbeeld objecten die honderden jaren lang op de zeebodem hebben gelegen, van oude VOC-schepen die later zijn opgewaard. Hier heb je bijvoorbeeld een spijkervat en daarachter is een sabelkist. Die vertellen ons eigenlijk alles over het leven aan boord in die tijd tijdens die lange zeereizen. Je kunt de sabels er nog bovenop zien, ze zijn helemaal verroest. De kist is helemaal zwaar geworden van al het zand wat erin gegaan is op die zeebodem. Maar het heeft nog een beetje die oorspronkelijke vorm. Michiel de Ruiter, er is hier heel veel over te zien in het museum, de belangrijkste zeeheld aller tijden. Maar ook Anna van Gelder, zijn vrouw, had een hele belangrijke rol. Want zij betaalde de manschappen als kapiteinsvrouw, ze regelde de voorraden aan boord, deed inkopen, deed alle financiën. Dus ja, het was een heel belangrijk iemand eigenlijk in het leven en in de carrière van Michiel de Ruiter. En je kunt ook zien dat ze er hier voornaam uitziet. Ja. Een mooi portret. We zijn hier in het torentje van het Lamsenshuis uit 1641. En Lamsens, de rijke reder, de handelsman, die voerde hier geheime besprekingen onder de roos, sub rosa. Dat is Latijn, betekent dat het geheim moet blijven. En hij voerde hier gesprekken over zijn handel en over zijn koopwaar om dingen zo goed mogelijk te verhandelen. Ja, we zijn hier bij de Kazematten, vlakbij het museum in Vlissingen. En dat is in een oud vestingwerk uit de tijd van Karel V. En hier vertellen wij het verhaal van Vlissingen in de tijd van Karel V, Michiel de Ruiter en Napoleon. En heel bijzonder in de kazematten is nog een bakkerij waar ze brood bakten voor soldaten, helemaal uit 1811.